Beste mensen, wat goed dat wij hier samen zijn op het Airborneplein in Arnhem. Allereerst gedenken wij hier de offers van de Britse en Poolse veteranen die gebracht zijn voor onze vrijheid. Arnhem zal nooit vergeten hoe dapper je was. Als Polish Palatio Brigade been dropped by Arnhem and one of them lucky, I'm still alive. Het is heel erg belangrijk dat jongeren ook die lessen meekrijgen, zodat ze ook naar de toekomst toe kunnen bouwen aan vrede. Well, young ladies, it's great to see you here. It's great to be here. Het zijn allemaal veteranen die de oorlog echt hebben meegemaakt. En om hun te verhalen te horen is echt, ja, bijzonder. I landed my glider and my friend here parachuted in. On Sunday the 17th of September 1944, on a beautiful sunny afternoon. For quite some time it just seemed as it was an exercise in England. We saw very few Germans and thought, oh, this is... That was the start, that was just... And after that, everything went wrong. I was in a unit what liberated Heelsum, Wolfhazer and Lenkham. We had orders to go back to Oosterbeek if we could get back. I felt ashamed to go back. We'd liberated these Dutch people, these wonderful Dutch people, and in 24 hours we deserted them. The war is a waste of time. We should never go to war because we don't prove anything. There's no winners, there's no losers. Het is echt super groot. Normaal zie je de brug echt heel anders en nu zie je hem helemaal verlicht en met een heel groot scherm. Ja, ik ben wel trots op hoor. Want normaal vis ik er altijd over als ik naar mijn vriend ga. Ja, dat vind ik wel mooi. En het verhaal werd afgespeeld, vond ik ook heel mooi. Het ging erover dat de vrouw van de pastoor die in haar huis alle gewonde militairen opving. En dat huis, dat vertelde eigenlijk het verhaal van wat er toen allemaal gebeurde. Het is natuurlijk wel belangrijk om ons te realiseren wat er in het verleden gebeurd is. Dus hoe vaker kinderen daar ook bij zijn, hoe beter eigenlijk. It's ever so nice to see you all. You are future generation and you will be remembering class. I could wish that there was no war ever again.